We zijn op de Creative Vision bij My Mind's Eye. En die heeft, hoe dat snel tellen, 5 nieuwe lijnen. En het ziet er echt zo mooi uit. Ik ben echt heel blij. Het is echt leuke lijnen. De eerste is Penelope. Dat is echt een meisjes, prinsessen, kastelen, goud, glitter, roze. Echt superleuk. Ze hebben mooie papierlijnen, maar echt met glitter erop. En het komt er niet af. Ze is heel erg mooi, ook voor als je naar Disney gaat met meisjes. Echt heel erg leuk. Dus lijntjes, kasteeltjes, hartjes, kroontjes, chipboard. Ik vind het chipboard van mijn mensen altijd heel mooi. Echt dik, sterk plakkend, goede kwaliteit. Stickers, ephemera pack. Een hele volle, met prinsessen in alle kleuren en maten, dus dat is ook echt heel erg leuk. Journaling kaartjes met die cuts eruit en ook 2x2, dus die zijn voor in je planners ook echt heel erg mooi. Puffy stickers, collection kit, pins voor op je jasjes en andere dingen, echt heel leuk ook. Brads, 6x6 paperpad en enameldots. Dus dat is Penelope. Nou, dat is een meisjeslijn natuurlijk, dus er hoort ook een beetje een jongenslijn bij. Dus dit is Blastoff. Blastoff is met raketten, planeten en ruimte. Dus ze hebben 6x6 paperpad. En in plaats van het goud glitter zit hier zilverfolie op. Echt superleuk ook dat het op de 6x6 papiertjes zit. Dus dat is die. De papiertjes, raketten, planeten, holografisch, is het, dus deze, een beetje regenboog, woorden, starburst, die is echt heel erg mooi. Ze zijn dubbelzijdig natuurlijk. Streepjes, regenboog. Ik ben heel benieuwd naar deze, want ik zie alleen maar dit, dus ik weet niet wat erop zit. Oeh, die is echt heel tof. Lastig scrappen, maar hier kan je wel denk ik wel wat moois maken. Mooie planeten. De maan. Streepjes. En dit zijn volgens mij de achterkanten van die daarboven. Ja, dat zijn die. Chipboard. Ik vind het heel leuk dat ze de achtergrond aangepast hebben aan de rest van de chipboard. Dat geeft toch een beetje een geheel gevoel. Brads, pins, 6x6 paperpads. Enameldots, die ik echt heel mooi vind. Die holografische, die zijn echt super mooi. De journaling kaartjes. Die zijn allemaal 3x4. Dus aan de ene kant een accentje en aan de andere kant journaling. Dus je dan hierboven heel mooi een kinch dingetje. Ik heb zo'n een notitieboekje. Heel erg leuk. Puffy stickers. Ephemera. Sterren. Holografische sterren. Planeten. Astronauten. Echt heel erg mooi. En dan nog stickers. Dus dat was Blastoff. Dan is er een Good Vibes, dus een beetje een tiener lijn, een beetje hip en cool. Niet zozeer meisjes, ja wel een beetje, ja toch wel meisjes. Ik zie nagellakjes en zonnebrilletjes, dat is heel erg cool. En hier zit roze folie zit hierop. Maar deze, ja die kan ook echt wel voor jongens hoor. Bij mij wel in ieder geval in huis. Dus dat zijn deze. Hele leuke printjes, echt een beetje tiener idolen. Donuts natuurlijk. Deze is ook heel cool, red, cool. Sterretjes. Die moet ik echt hebben, die vind ik echt zo leuk. Dus dat is de achterkant van die daarboven. 12x12 collection pack, chipboards, brads, pins, 6x6 paperpad. Dubbelzijdig papier. Die met die bloemen. Oh, dat is deze. Die is echt heel leuk. En de achterkant is een printje. Enameldots, puffy stickers, de journaling kaartjes, ook met folie erop. Niet allemaal, maar hier zijn er met woordjes en dan de roze zijn er waarschijnlijk allemaal met folie. En deze lijn heet Good Vibes. En dan is er ook nog de Wonder. Dat is een beetje een travel lijn met aardkleuren, earthy tones. Aardkleuren, dat is toch geen Nederlands woord, aardkleuren. Dus hier heb je allemaal van die beetje scouting idee, van die vignetten allemaal. Vliegtuigen, scooters met wolkjes, een beetje campingachtig met caravannetjes, kampvuurtjes, horloges, s'mores, stipjes en streepjes, dat zijn die. Een geografisch grafisch printje. En
koffertjes, streepjes. En dan zijn dit de achterkanten van die. Pins, brads, 6x6 paper pads, enamel dots. Die groene kleur vind ik echt heel erg mooi. 12x12 collection pack. Pocket page kaartjes met adventure, die zijn echt heel mooi. Een cactus. Boompjes, caravans, echt heel leuk. Sommige zijn liggend trouwens en sommige staan, dus dat is ook leuk. Puffy stickers. Ephemera. Vacation trip, dream trip. Sterretjes, manen, cameraatjes, s'mores. Echt heel... Deze lijn is echt heel erg leuk. Stickers en chipboards. Dus dat is Wonder. En dan is er ook nog Bliss. Dat is de laatste lijn. Dat is een trouwlijn. Dus dat is wel weer leuk dat dat weer een beetje uit is. Ga je niet trouwen, is die alsnog heel erg mooi. Hij is heel zacht, heel lief. Ik wil er ook meteen rustiger van praten. Ik word er meteen heel rustig van. Kijk hoe mooi dit is. Ik wil dit gewoon hebben. Zo, misschien wel gewoon een behangetje aan je muur. Woordje erop. Helemaal klaar. Helemaal leuk. Hartjes. Dus je kan het natuurlijk ook als Valentijnlijn bekijken. Hele mooie ombre glitter. Aan de achterkant bloemetjes. Love. Die is echt heel mooi. En de achterkant hexagonnetjes. Even kijken waar ik eens terug moet stoppen. En deze lijn. Hele mooie rozen. Kan je mooi uitknippen of gewoon zo gebruiken. En stipjes. En dan deze hexagon. Die is echt heel mooi. Met dat glitter ertussen. En stipjes. Zit aan de achterkanten van deze lijn. Volgens mij. Ja, dat zijn de achterkanten. Dan heb je ook de pins. Of de brads. De pins. 6x6 paperpad. Enamel. Deze even doorkijken natuurlijk. Ja, die is echt heel erg mooi. En ik zie ook wat printjes die ik niet op de papiertjes zie. Dus dat is wel heel erg leuk. Die diamantjes. De achterkant. Slecht te zien wat daarin zit. Maar ik zag ergens... Ik zie toch taarten? Oh, Missy vindt de taarten. Misschien heb ik gewoon heel... Ja, zie je? Kijk, heel erg leuk. Dus die zitten er ook in. Dan zijn er acrylic words. Die hebben ze in eerdere collecties ook al gehad. Ze zijn doorzichtig en de achterkant is glimmend. Dus het zijn een soort spiegeltjes. Puffy alphabet stickers. Ephemera. De journaling kaartjes. Dat zijn deze. Ook met hartjes eruit. En dan echt heel mooi. En nog deze. Zijn nog de stickers. En chipboard. Dus dat is de lijn Bliss. Van mijn Zij hier op Creativation 2018.